november en hebben we alle wensen geïnventariseerd in een tweetal grote bijeenkomsten. Hoe kunnen we nou die wensen koppelen, bundelen? Wat hoort bij elkaar? Maak een koppeling tussen generaties. Zorg een koppeling tussen, ik zie nu mevrouw knikken, tussen jong en oud. Kan gebouwen opblazen, maar laten we nou eens proberen ze nieuw leven in te blazen. Dat zijn we hier aan het doen. Ja, ik denk dat er een maatschappelijke beweging op gang is gekomen die dit ook eigenlijk gewoon als visie heeft. Dus we praten met elkaar wel heel vaak over bezuinigen, maar er ligt nog iets anders onder. En dat is er een behoefte aan gemeenschapszin. Een behoefte om met elkaar dingen te organiseren en er ook voor elkaar te zijn. En mensen snappen dat heel erg goed. Ja, of zoals de koning het noemde, de participatiemaatschappij. Het is niet meer zo van je haalt even een indicatie op en dan heb je recht op zorg, heb je een soort ticket en dan wordt het allemaal voor je geregeld. Nee, mensen zullen ook weer zorgzaam voor elkaar moeten worden en weer goed voor elkaar zorgen. Ja, in het verleden of de corporatie ging het doen, of de zorgorganisatie. Maar we komen uit de verzorgingsstaat. En in de verzorgingsstaat werd alles voor je geregeld. En nu gaan we het samen met elkaar doen. Dus bewoners, mensen uit Voorst, de gemeente, de corporatie, de zorginstelling. Samen hebben we belang dat je in Voorst kunt blijven wonen. En samen gaan we dat dus ook organiseren. En dat betekent dat er niemand is die zegt, zo gaan we dat doen. Dus we gaan met elkaar gewoon onderzoeken wat we graag willen. En vervolgens gaan we kijken of het financieel betaalbaar is. En even voor de helderheid, het moet betaalbaar worden. Kijk, Trimenso die kan zorg leveren. Dat zullen we ook wel blijven doen. Maar of dat in de bendering mogelijk is, dan zal dus ook weer van afhangen van wat gaat de bevolking nu zelf doen om ervoor te zorgen dat er reuring in het gebouw komt. Ja, dat zeker. Kijk, als we kijken met een jaar of 5, 6 geleden, met de gedachten rondom de bendering, was het zorg en wonen, die combinatie. Zorgen dat er een wat modernisering zou komen van dit gebouw. En ondertussen heeft natuurlijk de wetgever het traject helemaal veranderd. En sinds 1 januari jongstleden is zorg en wonen compleet gescheiden. Dat betekent dat je nieuwe wegen moet inslaan. En dan is het heel goed dat je je accommodatie herinricht, waarbij je jongeren en ouderen gezamenlijk onder één dak brengt. Ja, je ziet inderdaad dat de overheid in brede zin verandert. Dat het niet meer is zorgen voor, maar zorgen dat. Dat wij inderdaad de rol krijgen om dingen te stimuleren, te coördineren. En dan denk ik inderdaad dat we de energie die bij de mensen zit, de energie die bij instellingen zit, dat we die moeten aanboren. En als ik hoor hoe jongeren, hoe ook het voorste belang hier dingen wil beetpakken, dan ben ik er heel positief over dat we hier goede dingen gaan bereiken in deze pilot. Wij zijn bij elkaar gekomen om van de bendering van de aanleunwoningen voor jongeren te maken. We vinden dat jongeren en ouderen samen gevoegd kunnen worden. Nou ja, we hebben een aantal mensen die willen graag samenwonen. We hebben een aantal mensen die zijn vanwege noodzakelijke redenen het huis uit. En die zijn ook op zoek naar een woning. Zoals we er nu naar kijken met alle ideeën die we nu hebben. Dat je echt betaalbare woonruimte kunt gaan maken. En betaalbare zorg kunt gaan leveren. En dat je hier met elkaar gezelligheid gaat organiseren die nu vanuit de AWBZ handen voor geld kost. Wat wij belangrijk vinden, dat is dat waar, dat weet iedereen, dat kan iedereen in de krant lezen, er heel veel taken op het gebied van zorg van het Rijk naar de gemeente komen. Dat gemeenten altijd hebben gezegd, dat is goed, want wij kunnen dat beter dan het Rijk. Dan kunnen we ook alleen maar beter als je het samen met de bevolking doet. En dat is het voordeel, het grote verschil dat gemeenten met het Rijk kan maken. Nou, ook heel leuk. En ik sprak ook nog een van de jongeren die zei van, nou maar, we zijn ook best wel bereid, als wij een acceptabele huur krijgen, dan willen wij misschien best wel in die ontmoetingsruimte bardiensten gaan draaien. Of achter de receptie gaan zitten. Of we willen ook wel wat betekenen voor de bendering. Dus je kunt hele mooie combinaties leggen. Ik zie nou ook in onze generatie, nou ja, er zijn er een aantal aan het biljarten. Dat soort dingen, nou ja, dat zou prima samen kunnen in mijn ogen tussen jong en oud. Wat de gemeente zegt hier, dat is dat wij ontzettend blij zijn met het enthousiasme uit het dorp en de bereidheid om er samen de schouders onder te zetten. Wij hebben uiteindelijk een coöperatie opgericht. Een coöperatie is een vereniging van leden en door samen te werken word je krachtiger, kun je meer bereiken. Ja, we zijn er nog niet. We hebben hard gewerkt, we hebben de mensen vertaald naar ideeën en ideeën. Aangeven hoe zou het kunnen gaan worden. Nou, dat is afhankelijk van uw reactie. Bent u het daarmee eens? Zijn het goede ideeën? Dus we gaan straks interactief gaan we verder aan de slag om te kijken, heeft dit onder de draagvlak? Het gaat hier om Voorstenaren en dat er de behoefte is om gewoon echt samen te werken
en dat er ook echt een maatschappelijke noodzaak ligt. Nou, volgens mij zijn dat drie thema's die hier worden gepredikt. En ik ben ervan overtuigd dat dit echt tot succes kan leiden. Nou ja, wat je in de media ziet zijn eigenlijk alleen maar de ontijberichten van het gaat slecht en de verzorgingshuis verdwijnt. En dat zijn ook geen gemakkelijke berichten. Maar we hebben hier toch met elkaar een stukje hoop gekregen hoe we hier in Voorst de bendering kunnen behouden. De verbondenheid met elkaar, denk ik. Het is overal waar je hier loopt, je komt iemand tegen, is het goedemiddag. En je maakt overal even een praatje met elkaar. En dat is jong en oud en alles door elkaar. En ja, ik snap dat het voor iemand van buiten Voorst moeilijk is om te begrijpen. Want ja, heel veel mensen zeggen ook van, waarom ga je niet naar de stad of studeren op kamers. Maar ik denk als je echt geboren en getogen bent in een dorp zoals dit, dan wil je dat niet. Nou, ik vind het eigenlijk een heel fijn dorp. Ook vergeleken met als je naar Boogman gaat, de supermarkt. Iedereen kent elkaar en als je wat nodig hebt of er gebeurt iets, iedereen helpt ook elkaar. En wat ik dan ook heel leuk vind, dat jongeren zeggen, ja, ik zoek eigenlijk huisvesting, kan ik morgen de sleutel krijgen. En zo zijn jongeren niet overmorgen, maar morgen en liefst vandaag beginnen. Ik heb er veel vertrouwen in dat het in Voorst goed gaat. Morgen sleutel ophalen, denk ik. Nee.